Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 5 mei van Weerplaza. Nog steeds hebben we te maken met een noordwestelijke stroming. De wind voert wolkenvelden aan met een paar buien. Tussen de buien door is ook wel ruimte voor de zon. Dus buien zijn minder fel dan gisteren, maar toch kan er korrelhagel bij zitten. Vanmiddag ligt de temperatuur rond 10 of 11 graden en staat er een matig tot vrij krachtige wind. Tijdens de bevrijdingsfestivals zal het in de avonduren nagenoeg droog blijven. Een enkele bui is nog wel mogelijk, met name in de kuststreken. En de temperatuur ligt vanavond tussen de 6 en de 8 graden. Morgen trekt een gebied met bewolking en enkele buien van noord naar zuid over het land. Soms breekt de zon door en met 9 tot 11 graden is het nog vrij fris. Op dinsdag staat er minder wind, kan er nog een enkele bui vallen en wordt het 10 tot 12 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het zuidwesten en regent het vaker, maar de zon die is ook nog wel te zien. De temperatuur gaat wel omhoog naar 13 tot 15 graden. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.